Ja, dat is schitterend. Dat is gelukt. Ja. Vlaart van harte welkom hier op Pontevangen. Groot stukje van Gelijn. Nog een keer zitten. Het grootste stukje van Gelijn. Om getuige te zijn van de sleuteloverdrag 2020 aan onze stadsjeugdprins Onjaard en aan onze stadsprins Daan de Tweede Pennig. Veel dat voor het formeel gaan doen, moet natuurlijk die Sjoan Vaan hier vanavond kon alle vlaarsen toe. Dus ik zou zeggen, prins, knuip de vaan los, zodat die Sjoan over het balkon kunt wapperen. Het motto van de vlaarsen is Os Sprook Stoes. En we doen heel even het Sjoan Bord Os Stoes. Ja, dat is gebeurd. Ik ga niet. Laatste keer. Het sleutelverdrag overgeven aan ons burgemeester Graag Koks. Ja, lieve Rinnen en Vlaren. Ik heb de afgelopen zo druk dat het de laatste keer is dat ik ondertussen begin te begrijpen dat ze hartstikke blijven zien dat dit inderdaad ook de laatste keer is. Het is goed met mijn zelfvertrouwen. Ik zal er dadelijk op terugkomen bij de sleutel. Maar ik ben blij dat ik hier mag staan. Ik zie een aantal nieuwe wethouders. Ik zie de oude wethouder Joster. Dus wat dat betreft is het gemeentebestuur goed vertegenwoordigd om getuige te zien van het feit dat ik jongelui mogen overhandigen. Twee jongelui die nu aan de inwoners van het veer zullen gaan van de wereldstad in de Vastelavond. Het weer zit niet met, maar ik zit her en der over een mooie tijden. Dus wat dat betreft staat alles weer gerand, is alles in gereedheid om er een mooie Vastelavond van te maken. In het openbaar. Hopen dat je met elkaar wilt staan met Duit met deze Vastelavond. Deze sleutel en één met de twijfel aan de windkrachten moet dadelijk hier boven komen staan. Ik denk dat je... En nog een klempje. Ja, dat zeg ik. Ik zeg, met dit is ook de kabel. Ja, dat is... We zijn er jong, toch? Dankjewel. En nu hebben we formeel de machten voor de wereldstad. Dus de komende drie dagen kan dus niks meer gebeuren. En ik ga niet elke keer het woord geven aan twee stads... Juste. Leeflerinnen en Vlaarzen, wat vind ik de eer dat ik hier met mijn collega Daan en onze adjudanten mocht staan. En wat heb ik genoten om onder de kanker van mijn eigen harmonie hier naartoe gebracht te worden. En wat vind ik het schoon dat je met zoveel lu hier bent gekomen. En met al deze lu ben ik zeker dat ik een geweldige Vastelavond ga maken. En nu wil ik afsluiten met mijn liefspreuk. Mijn fiets en trommelke zitten aan de kant. Houd de scepter van de werkstad in mijn eind. Nu gewoon ik glen, mijn Vastelavond schrijf me geven. Veel gewoon drie fantastische dagen blijven. Glen, Allah! En dan heel graag het woord aan onze... En... Daan de Tweede. Dankjewel, Ben. Ja, lieflui, ik zou het kort houden. Je moet straks ook nog lang naar me gloesteren. Dus ik wil... Schra even naar voren roepen, alsjeblieft. Wat ik heb gehoord is dat je haar 14 prinsen de sleutel hebt gegeven. En ik voel me vereerd dat ik toen al als jeugdprins de sleutel in ontvangst heb mogen nemen. En nu dan als grote prins voor de laatste keer van dat de sleutel heb mogen krijgen. Bedankt daarvoor. Lieflui, ik sta hier dan samen met mijn collega Sjoerd de sleutel in ontvangst te nemen.
En het is een grote eer, maar vastelovend tot over samen. Want van Kronkel tot Oudgelijn, van Lintjeuvel tot aan de Kloes, vastelovend dat is Oorsprook, Oostsoes. Vlaagse, alaaf. Dankjewel. Sprintse, Vivon Aars. Dank van de harmonie voor de muzikale begeleiding, Augustinus 897. En ook de koetsier die ons op een prachtige manier hier naar het centrum van de wereldstad heeft gebracht. Oorsprook, Oostsoes, onze vastelovend, Oostsoes. Vastelovend samen.